Ja, dan kijk eens mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. En ik speel ik Akinator weer, oftewel de genie van het internet. De man die alles weet van elk personage die jij in je hoofd hebt, in je gedachten hebt, die gaat hij raden. Vorige keer vond ik het hartstikke leuk. Leuke reacties ontvangen, zeker weten. Dus inderdaad, als je het vaker wilt zien, laat me het even weten van ja, Dylan, doe meer Akinator. En dan gaan we challenges doen inderdaad. En het is een challenge die ik gewoon compleet van DDG heb. Want mensen reageerden dat in de chat van ja, je moet zo doen in zoveel vragen. En toen kwam ik erachter van nou, dat doen ze op DDG ook. Maar dat maakt niet uit, wat is een leuke video. Laat gewoon beginnen. De allereerste vraag is de eerste. Zoek op een Teletubby in 16 vragen. Dus laten we het vooral doen. Let's go. Is je personage met vrouwelijke geslacht? Ja, dat weet ik niet. Want volgens mij zijn het, ze hebben geen geslacht. Is je personage echt? Nee, ze bestaan niet. Speelt je personage voor een Duitse club? Nou, ik denk niet dat Tinky Winky speelt bij een Duitse club. Denk ik niet. Nee, is hij in de Pokémon? Aha, nee, is hij dus niet. Is het een dier? Nee, het is een soort beest. Staat je personage op twee poten benen? Ja, dat staat hij zeker. Draagt hij kleding? Nee, ze dragen geen kleding. Ze hebben een soort gekke lichaampjes. Ze zijn echt rare beestjes. Maar nee, draagt hij niet. Is hij rood? Weet je wat, we gaan voor Po, oké? We gaan voor Po. Niet voor internet, we gaan gewoon voor Po. Voor Po. Up, ja, hij is rood. Is je personage een acteur? Nee, het is niet een acteur. Ik wil gewoon weten niemand is dingen. Is je personage. Is hij rood? Ja? Is hij geel? Nee. Dan is hij rood. Woont je personage alleen? Nee, ja, woont met meer mensen in huis. Is je personage van metaal? Nee. Nog drie vraagjes, dan gaan we het halen. Is je karakter homofiel? Nee, is niet homo. Is hij paars? Nee, dat is Tinky Winky. Maakt je personage van een groep met meer, de 10 of meer leden? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Zijn er dus 4? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Nee, zijn er dus 4. Laatste vraag. Vecht je personage? Nee, dat doen ze niet. Ah, hij heeft nog goed in 16 vragen. Wat? In precies 16 vragen. Dus challenge. Tsching, tsching. Compleet. In precies 16 vragen heeft hij het gehaald. Wat ik ga doen dus, inderdaad, de challenge is dus, hij moet het halen binnen zoveel vragen. En Po, precies op 16. Dus, compleet. Super tof. Awesome. Op naar de volgende. Holy fuck. Goed gedaan. Alright, de volgende vraag is een hele lastige. Het is namelijk zoek Natsu van Fairy Tail in 20 vragen. En heel veel mensen willen weten niet eens wat Fairy Tail is. Het is een anime serie. Het is echt ongelooflijk vet. Het hele vette aanvallen. Ja, het ziet ongeveer, ik weet, hopelijk is het niet copyrighted. Het ziet ongeveer zo uit. Nou, super tof dus. Dus, Natsu van Fairy Tail, let's fucking go. We gaan je zoeken. Is je personage echt? Nee, hij is niet echt. Hij is wel in mijn hart echt. En dat moest trouwens binnen 20 vragen. Dus, daar gaan we. Draagt de schoenen? Ja, draagt sandalen. Ik tel het wel als schoenen. Waarschijnlijk wel, doe ik maar. Heeft de personage de vorm van een dier? Nee, het is een mensachtig iets met magische krachten. Vecht je personage? Ja, echt wel. Is hij slecht? Nee. Natsu is de good guy. Doet hij met een zwaard? Nee, niet met een zwaard. Hij vecht gewoon met vuur. Gewoon papa, waar vuur? Is je personage een volwassen man? Nee, hij is niet volwassen. Nee, hij is dus een kind. Is hij met een vrouwelijke geslacht? Nee. Heeft je personage haar? Ja, uit elkaar. Oh. Komt je personage in anime? Japanse animatie. Ja, dat komt hij zeker. Natsu komt uit de Japanse animatie. Draagt hij altijd een masker? Nee, doet hij niet. Is je personage een bekend van Naruto? Nee, dat is hij niet. Is je personage een zeerover of een piraat? Welke? Nee, het is geen One Piece. Het is geen One Piece. Nee. Is uw personage bekend van Fairy Tail? Ja. Houdt hij zuiver eten? Ja. Heeft je personage krachten die met vuur te maken hebben? Ja. Het is Natsu Dragneel! Hij heeft hem goed. Weer in 16 vragen. Dus binnen de 20 vragen. Hartstikke tof. Dankjewel voor het achterlaten van je reactie in ieder geval. Sorry, ik heb je naam niet opgeschreven. Dat stond van mij. Maar dankjewel. Ik denk aan Natsu Dragneel. Echt super tof. Van Fairy Tail. Hij is goed. Dus Akinator, je hebt al 2 goed. Awesome sauce. Op naar de volgende. Alright, en de allerlaatste van vandaag is... we zijn er klaar voor. De laatste die ik moet doen namelijk van jullie is... De... Frodo Baggins. Oftewel Frodo Balings van Lord of the Rings. Ook even iets van vorige keer. Als je het vorige niet gezien hebt, kijk hem even lekker terug. Vorige keer konden ze mij niet vinden op Akinator. Kon ik mezelf niet vinden. Omdat ik natuurlijk al die vragen die ik had. Toen zat ik nog bij DHD. Met dagelijks HD. Dus op die fiets. Daarom kon ik mezelf dus niet vinden, hoorde ik. Maar goed. Frodo Baggins. Let's go. Is je personage een dier? Nee, hij is een hobbit. Nee, is hij echt? Nee, hij is nep. Hij bestaat niet alleen in een film. Japanse anime. Nee, dat hebben we net gehad.
Dus niet uit anime. Heeft je personage haar? Ja. Ik hoop trouwens 15 vragen dat ik heb. Is je personage een volwassen man? Ja, Frodo is volwassen. Vecht hij? Ja, hij vecht. Komt de naam van je personage voor in de titel van een film? The Hobbit. Nee, niet zijn naam. Frodo niet. Nee. Komt uit de tv-serie? Nee, uit de film. Is je personage beroemd dankzij film? Ja, hij is beroemd dankzij film. Is hij in de ruimte geweest? Nee, wel in Middle Earth. Dus no, nee, nee. Is het personage een verstrooide, slecht horende wetenschapper? Nee, is hij niet. Heeft je personage gespeeld in Lord of the Rings? Ja, en hij moet nog 3 vragen, hè. Is hij klein? Ja. Heeft hij een baard? Nee. Heeft hij invloed in the Kingdom? Nee. Ah, hij heeft het niet goed in 15. Haha, is hij goed bevriend met Sam? In 16? Ja, heeft hij donker haar? Ja, hij is goed bevriend. Heeft het personage grijs haar? Nee, het is geen Bilbo. En dat is Frodo Baggins. Hij heeft hem in 18 vragen. Hij heeft hem wel, maar niet in de 15 vragen die ik ervoor kreeg. Dus, Akinator, deze heb je niet gehaald binnen de tijd. Jammer de bammer, goed geprobeerd. Maar Frodo Baggins is wel goed. Hij heeft hem wel goed geraden, maar inderdaad niet binnen de 15 vragen die ik ervoor kreeg. Alright mensen, in ieder geval, dit was weer een nieuwe Akinator op mijn kanaal. Hopelijk vond je het hartstikke leuk, hartstikke grappig en vet. Laat in de reacties even weten van als ik nog een keer Akinator moet doen, welke character ik moet opzoeken, dus welke personage ik moet zoeken en binnen hoeveel vragen dat moet gebeuren. Mag van alles zijn, voorzien iets leuks en probeer niet alleen maar te reageren, maar ook te kijken naar andere mensen hun comments en gewoon daar een likeje op te doen. Want als je daar een like op doet, dan zie ik die sneller. Als die bovenaan staat, dan ga ik hem natuurlijk ook doen. Alright, doe lekker een duimpje omhoog als je het leuk vond. Zie ik je graag in een volgende video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Later dan was tot ziens en natuurlijk.